Olympisch kampioene Anna van der Breggen uit Zwolle is vanmiddag aangekomen op Schiphol. Haar vliegtuig landde op tijd, maar het duurde nog bijna 2 uur voor de wielrenster in de aankomsthal was. Daar stonden tientallen bekenden, fans en de pers klaar om van der Breggen toe te juichen. Heel bijzonder. Ik zei al, normaal komen wij die deuren uit en lopen we te worstelen met alle fietsen en gaan we snel naar huis. Dus zo'n heel ontvangstcomité is heel mooi natuurlijk. Familie en mensen uit Hasselt. Heel bijzonder. Ja, normaal zou je zeggen, mensen die een medaille pakken op de Olympische Spelen, die moeten nog blijven tot de slotceremonie. Maar jij komt al eerder terug. Ja, ik kom eerder terug. Nee, we zitten midden in ons seizoen en ik heb straks een wedstrijd in Zweden. Dus ik had wel kunnen blijven in Rio, maar dan had ik die wedstrijd niet gedaan. En dan had ik daar ook wel heel lang gezeten. En qua trainingen en zo is dat een beetje lastig. En ik had ook gewoon zin om naar huis te gaan. Dus, En nu ook mee in de bus naar Hasselt? Ja, dat denk ik. Ik moet even kijken. We gaan eerst lekker even rustig koffie drinken hier. En dan vast in de bus mee. Ja. En wat staat je de komende weken nog te wachten, denk je? Nou, ik ga alweer snel naar Zweden toe. Dus in het begin een beetje wedstrijden. Gewoon weer. Je bent wielrenster of je bent het niet. En daarna is natuurlijk wel de huldiging die gaat komen. Maar voorlopig nog even niet. Voorlopig nog even niet. En dat is misschien ook wel even lekker. Ga lekker een kopje koffie drinken. Ja, ga ik doen. Dank je. De supporters van de Olympisch kampioenen waren vanochtend vroeg met een bus vertrokken vanuit Hasselt, de geboorteplaats van Van der Breggen. Het werd nog wel even spannend, omdat de bus vlak voor aankomst lang in de rij moest staan voor de extra controles bij de luchthaven. Hoeveel mensen gaan hier zo meteen in mee? Ja, in ieder geval 20 die zich opgegeven hebben en wat er zo langskomt en wat nog mee wil, dat kan allemaal. En zo meteen op Schiphol, hoe gaat het er dan uitzien? Ja. Met spandoeken? Ja, spandoeken, vlaggen van Hasselt mee, een hoop herrie. En we hebben net een hele mooie bos bloemen voor Anna gehaald, want dat verdient ze gewoon. Dus dat gaat helemaal goed komen. Zoals ze er al van weten dat er een bus vanuit Hasselt onderweg is? Ja, ik denk dat zij haar Facebook in het vliegtuig wel nagekeken heeft. Dus ik ben bang dat er toch wel iets doorgelekt is. Maar goed, dat geeft niks. We gaan het gewoon lekker doen en we gaan er een mooie dag van maken. De ouders van Anna gaan ook mee, maar net terug pas, hè? Ja, vannacht thuisgekomen. En nu alweer mee naar Schiphol? Oh, we laten ons rijden, denken we maar. Ja, dus even slapen zo meteen. Ja, en anders vanavond maar de tijd, hè? Want Anna moet morgen alweer wielrennen ergens? Ja, Anna heeft morgen weer een wedstrijd. Nou, ja. Gaat allemaal door. Gaat gewoon door. Hoe was de busreis? Ja, prima. Ik heb zelfs niet geslapen. Het was nog wel zo leuk dat ik wakker kon blijven. Ja, gezellig. En de bus ging na een paar uur weer terug naar Hasselt. Nu met Anna aan boord.